Ja, ook zeker was het 4 jaar terug ook alweer Diederik Simon die de slagplek innam in de Holland 8. En was het de afgelopen tijd zo dat Simon vanaf de boegpositie ook een oogje in het zeil hield op de ploeg. Is hij nu dan met een korte 50 dagen voor de Olympische Spelen in Londen weer naar de slagplek verhuisd. Mitchell Steeman is verhuisd naar de plek 6 en daarmee ook het blok uit de boot gehaald. Uiteindelijk geen Italiaanse rigger meer ergens in het midden waar Hamburger en Braas op stuurboord achter elkaar zaten. Nu is het gewoon weer om en om en is het Diederik Simon die hier vanaf de slagplek positie het ritme van de ploeg gaat bepalen. En we zijn natuurlijk benieuwd of hij, net zoals in voorgaande edities, dat gaat laten zien. Meestal de eerste 1000 meter is het nog wel redelijk rustig, maar dan na 1200 ongeveer, dan gaat Simon, zoals het heet, aan. En dan trekt hij in ieder geval een massieve sprint weg. En ja, daar zullen we waarschijnlijk nog wel wat verschil gaan zien. Natuurlijk, je hoeft niet 2000 meter voluit te gaan. Volgende week wacht de test nog in München, de World Cup. Daar zouden ze aanvankelijk niet gaan starten, maar nu toch weer wel, heb ik uit de inschrijvingen vernomen. En dan is het ook even kijken hoe men daar in het veld ligt. Of men die mooie medaille in Belgrado en misschien zelfs nog wel vorig jaar die mooie zilveren plak in Luzern nog een passend vervolg gaat geven, Willem. Ja, dat zou natuurlijk erg mooi zijn. En zeker misschien nu met die coachwisseling dat dan toch de spirit er weer in is. Want dat verschil laatst in Luzern was natuurlijk toch een beetje aan de hoge kant. En dat maakte heel veel mensen ongerust. En ik weet in ieder geval dat Diederik Simon daar ongerust over was. En ze hebben dus die stap genomen om nu René Meinders weer te vragen de coachplek over te nemen. En dat zal misschien dan net datgene zijn wat nu die laatste spurt brengt die nodig is om hen naar die richting van die Olympische medailles en echt naar die Olympische medailles te brengen. Misschien is het goed om voordat we verder gaan speculeren over de Holland 8, nog even te kijken wat hier verder in het veld ligt. Want nu liggen ze nog naast elkaar en straks is dat niet meer het geval. Dus laten we in ieder geval kijken wat naast de Holland 8 ligt. De Holland 8 ligt dus op baan 1, straks dicht bij het publiek onder de tribune langs. En dan kan iedereen hen van dichtbij zien voordat ook zij straks naar Londen afreizen. En dan hebben we ook van hen de uitzwaaiwedstrijd gehad. Maar dan hebben we in ieder geval nog verder in de baan liggen een rieke combinatie met mensen van heel wat verschillende verenigingen. Dan een Neos-ploeg, talentvolle Neos-ploeg op baan 3. Op baan 4 een combinatie van Argosaurus en Theta. Dan op baan 5 Aegirgias Theta. En op baan 6 nog een tweede Nereus 8. En dat zijn dus de 5 achten die een onderling gevecht zullen voeren. In ieder geval zullen proberen om zo dicht mogelijk bij die Holland 8 te blijven. Maar toch ook te kijken of zij zelf op dit mooie water zo goed en zo hard mogelijk kunnen roeien. Ja, zeker Willem, je zegt het net. En er zullen meer uitgevochten worden dan alleen de onderlinge strijd. Want ook Aegirgias Theta en de eerste 8 van Nereus, liggend in boei 3 en boei 5, die moeten onderling nog een duel uitvechten. Ook bij de trials van de KNB waren deze twee ploegen al tegen elkaar. Er is geen uitzending verdiend, maar er werd al voorspeld dat dit nog wel eens een mooie pot kon gaan worden tussen het RTC Groningen onder leiding van Mark Emke en Niels van der Bovenkamp en die talentvolle ploeg van oudejaars zware roeiers onder leiding van Sander Smulders bij de Aarzer Nereus. En de ploegen zijn inmiddels weg. We zijn van start. En laten we eens even kijken wat we zo meteen hier, als we vanaf de bosjes vandaan komen, voor beeld gaan zien. Natuurlijk de Holland 8 vooraan. Maar daarachterin, iedereen is goed weg. Iedereen trekt tegelijk weg. En ook de tweede Nereus 8 met allemaal tweedejaars roeiers. Die doen het nog aardig. Hier jongens van Robert Weijers. Zij gaan ongetwijfeld naar Henley straks. En doen nu in de 8 waardevolle ervaring op. En dan Argosaurus Theta. Tweede, derdejaars kom je die er nog tussenin ligt. Ja, men ligt er allemaal nog wel bij. En Willem, ik heb het idee dat het gaspedaal bij de Holland 8, dat het nog maar kwart is ingedrukt. Ja, dat is nog nauwelijks ingedrukt. Diederik die doet het nog eventjes rustig aan. Met nu 350 meter te roeien. Ze liggen natuurlijk wel voor. Maar het is nog een half tafje of iets meer dan een half tafje. Op de eerste Nereus ploeg op baan 3. En daarachter de 4 ploegen die min of meer op gelijke hoogte met alleen ietsje terug de rikcombinatie op baan 2. Die op vrijwel gelijke hoogte lichten. En nu naar die 500 meter toe gaan. En het is zelfs verrassend. De Nereus 8 die op dit moment een hele lichte leiding heeft genomen voor die Holland 8. Nu op die 500 meter zijn de tijden vrijwel gelijk en dat is straks natuurlijk gezien. Maar nu trekt de Holland 8 weg en ik denk dat dat nu is voor de rest van de wedstrijd, Frans. Ja, hier verwacht ik geen verandering meer in. Nereus natuurlijk een dappere poging hier. Slagman Matthew kleine punten. Hij neemt zijn mannen hier mee. En de Tim van den Ende, de stuurman van Nereus, ook oude vierstuurman, is duidelijk geweest als zijn opdracht. Start het tot je voor ligt. Maak ze maar gek en blijf er maar bij. Dan kan je in ieder geval later altijd zeggen dat je voor hebt gelegen op Diederik Simon en de rest van de mannen. Maar hier is het dan toch de Holland 8. Met inmiddels ongeveer een luftkaster aan licht die hier een beetje aan het wegtrekken is. En wat ik al zei, dat gaspedaal, dat is nog helemaal niet aangesproken. Het toerental is nog lekker
lekker laag. De motor is nog een beetje aan het warm draaien. Vanaf de 1000 meter verwacht ik pas echte verschillen die te gaan zien. Maar Neerhuis wel, en dat is ook wel weer interessant, ook met het oog op uitzendingen later dit seizoen. De Neerhuis 8 doet hier wel goede zaken ten opzichte van de directe concurrentie van Egier Gias. De roeitalentcentrum Groningen mannen, ook met een aantal hele goede roeiers aan boord. Onder andere oud-Hollandbeker winnaar bij de junioren Tim van der Vendel. Hij zit hier op slag en hij slaat een aantal Groningse en Friese talenten hiervoor. Maar moet dan toch zien hoe hij ze meerdere moet herkennen in Amsterdam. Terwijl Willem op dit moment de Holland 8 wegloopt. Ja, die loopt weg. Die heeft inmiddels een 2/3 lengte voorsprong genomen op de Neerhuis 8. Met net iets voor de 1000 meter liggen ze bijna, maar nog net niet een lengte voor op Neerhuis. Dat op zijn beurt een lengte voor ligt op die andere talentencombinatie uit Groningen en Eindhoven. Het is nu de 1000 meter voor de Holland 8 en nu voor Neerhuis. En dan de ploeg op boei 5 van Egier Gias Teta. De tweede Neerhuis ploeg ligt op dit moment vierde. Met daarachter, vrij kort daar nog achter, op 5 en 6 de overige twee ploegen. En het is nu de Holland 8 die dus nu wegtrekt, een lengtevoorsprong heeft genomen. En dan nu, ja, zal moeten kijken of ze bijvoorbeeld de tweede helft sneller varen dan de eerste in deze trainingswedstrijd. En zien wat ze daaruit willen halen. In ieder geval zullen zij hier, geven zij hier eigenlijk al een prachtige demonstratie voor het meefietsende en op de tribune zittende publiek. En zullen ook ze ook straks degenen die op de tribune zitten bij de finish ook een prachtige demonstratie kunnen geven van dat roeien. Dat we hopen te zien straks in Londen eind juli, begin augustus. En dan hopen op die medaille waarvan wij toch allemaal denken van ja, die komt er toch. Nou ja, Diederik Simon, 1992, 20 jaar geleden, roeide hij als eerstejaars zijn jaren bij de eerstejaars zware 8 van Neerhuis. En ja, toen die tijd, in dit seizoen, zat hij dus richting het einde van gewoon een jaartje eerstejaars 8 peddelen. 20 jaar later, hij zit nog steeds in een 8 en volgens mij zit hij toen ook op slag. Maar wat is er veel gebeurd in die tijd? 3 Olympische medailles, 2 WK-medailles, een hele zwik aan World Cup-medailles, allemaal nationale titels. Hij heeft het allemaal wel een keer gewonnen. En hier is hij dan nog steeds op zijn 42e levensjaar. Slagman hier van de Holland 8. Zoals we van hem gewend zijn. Nou ja, en nu lijkt het dan toch zo te zijn dat in die tweede 1000 meter dat de ploeg toch wat meer is gaan sprinten. Nogmaals, voor de winst hoeft het allemaal niet. Dat is al lang duidelijk. Maar zijn het nu even de hele sterke halen die ze ook volgende week in München en zeker ook straks op het Olympisch toernooi tentoon moeten gaan spreiden. Mooie camerabeelden hier zagen we. En we zien hier inmiddels ook hoe groot het gat inmiddels geworden is. Ja, Willem, aan de volgorde van de wedstrijd gaat niks meer veranderen. Maar het is nog wel even genieten. Nee, de volgorde van de wedstrijd wat de eerste plek betreft verandert natuurlijk niks. De tweede plaats lijkt toch nu redelijk stevig in de handen van Neerhuis te zijn. En daarachter die combinatie uit Groningen en Eindhoven die nog alles probeert om erbij te komen, maar op dit moment daar niet in slaagt. Het is nog wel aardig speculeren over wat de leeftijd van 41-42 doet. Men zegt dat je dan nog steeds een topprestatie kunt halen, maar niet meer 10 keer achter elkaar. En dat zal dus in de Olympische finale moeten blijken, dat je die ene topprestatie dan straks kunt gebruiken voor die medaille. Diederik Simon zal dat doen en dat hopen we allemaal. Met de rest achter zich nog even de namen. Diederik Simon, Mitchell Steeman, Olivier Siegelaar, Jozef Klaassen, Sjoerd Hamburger, Roel Praas, Matthijs Vellinga, Rogier Blink en stuurman Peter Wiersum. En dan hebben we de hele ploeg gehad en dan weet u het straks voor eind juli, begin augustus. En de toren, Michiel en Luc, jullie zien de Olympische 8 hier voorbij varen en de rest daar ver achter. Ja, het gaspedaal, dat ging echt was open. 250 meter voor het einde van de wedstrijd. En toen ging het tempo er pas echt op van Diederik Simon. En nu over de strepen. Die oranje achter met de 40 plus jaar oude Diederik Simon. Die op zijn rigger slaat. Misschien niet eens helemaal tevreden is met het resultaat. 5:34.80 is hun deel. En op de tweede plek dan die ploeg van Neerhuis. Die toch brutaal bijbleef in het eerste deel van de race. 5:47.78 voor hen. Derde plek voor Egier Gias Teta met 5:49.49. En ik vraag me het af. Kirsten van der Kolk zal het ongetwijfeld zo nog even vragen aan Diederik Simon of hij tevreden was. Waar die klap op de rigger nou vandaan kwam. Of hij het toch een beetje mager vond de eerste 1000 meter. Maar de winst natuurlijk Luc Stijvers voor de Holland 8 hier op de Hollandbeker.